hebben een probleem. Want volgens mij is zelfs op het moment van uitzending onbekend wat er gebeurt. Hmm. Dus ik stel het volgende voor. We nemen verschillende versies op. Kijk, ik had gedacht, die Bush wint het. Ik denk, Bush wint. En wat gebeurt er uiteindelijk? Hij wint. Oké. Okay. Dat is versie 1. Ja. Die Gore, dat is toch ongelooflijk dat hij toch nog gewonnen heeft, hè? Had jij dat gedacht? Ik helemaal niet. Nou, ik wel. Ik zat thuis. Ik denk, nee, daar klopt niks van. Dat is niet goed geteld. Wat kan er nog meer gebeuren? Dat het nog niet bekend is. Nou, precies. Kan toch niet? Dat kan in een democratie, dat het niet goed geteld is. Nou, dat kan echt niet, hoor. Ik zat thuis, ik denk, er klopt niks aan deze verkiezingen. Dat gaat nog maanden duren. Goed. Dat ze alle twee gewonnen hebben. Wat een vraag. Dat Michael Jackson nu vervangen is. Had jij het gedacht? Nee.